Van wie kan je beter leren schrijven dan van een schrijver? Voor het eerst doen Brabantse scholen mee aan het project Schoolschrijver. Een bekende schrijver komt dan gedurende een half jaar geregeld naar de school om met de kinderen te werken. En een van die scholen die meedoet is De Westwijzer in Helmond. En daar is ook verslaggever Birgit Verhoeven. Birgit, goedemorgen. Hoe is het daar? Goedemorgen. Ja, het is op deze school één groot feest. Op dit moment zijn ze bezig met de les, dus nu is het rustig. Maar het begon vanochtend met zingen, dansen en liedjes zingen. En ook de docent, de schrijver die je hier achter mij ziet, werd vanochtend gehuldigd. En dat is ook waarom ze die sjerp om heeft. Omdat ze groots is geïnstalleerd. En dat was natuurlijk het grote feest. En nu zijn de lessen begonnen en is de schrijver begonnen. Anja Verijken is begonnen met het uitleggen van hoe je verhalen schrijft. Ja, Berend, het project Schoolschrijver, wat is daar nou precies de bedoeling van? Ja, wat daar precies de bedoeling van is, dat kan natuurlijk de schrijfster zelf het beste uitleggen. We onderbreken eventjes de les, want ze zijn al druk bezig. Anja, we breken eventjes in hoor, want je bent natuurlijk al druk bezig met de les. Vertel eens eventjes wat je die kinderen nou precies leert. Wat ik de kinderen precies leer? Nou, alles over taal. Taal is heel breed, taal is overal. En taal is ook heel cool, heb ik net voor ze gezongen. Maar dat vind ik ook echt. En eigenlijk in de meest brede zin van het woord met ze aan de slag op het gebied van taal. Dus lezen, voorlezen, schrijven. Maar ze vooral ook stimuleren om dat allemaal zelf te doen. Stimuleren om dat allemaal zelf te doen, dat is het belangrijkste dit keer. Dus ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of die kinderen nou ook denken, nou, ik wil zelf ook wel een verhaaltje schrijven. En hier deze jongeman, hè, jongeman, vertel eens eventjes, hou jij een beetje van verhalen schrijven? Ja. En wat voor verhalen schrijf je dan? Over dieren. En waarom hou jij van dieren? Waarom wil je erover schrijven? Omdat ik ook een dier thuis heb. Oh, kijk aan, dat is altijd een goede reden, hè? Jij haalt het uit je eigen ervaring. Ja. Kijk, super. Nou, en deze jonge dame, die houdt ook wel van verhaaltjes schrijven, denk ik, hè? Wat voor verhalen schrijf je dan? Spannende verhalen. En waarom spannende verhalen? Wat vind je spannend? Dat weet ik niet. Ik ben het vergeten. Nou, dat maakt ook allemaal niet uit, want juffrouw Anja gaat het ze hier allemaal leren natuurlijk. Daar zijn deze lessen voor. Dus ze kunnen hier van start en laat die mooie verhalen maar komen. Birgit Verhoeven vanuit Helmond, dankjewel.